Dames en heren, mag ik een daverend applaus voor Miss Lynn Zeweda. Dank jullie wel. Zoals ik al tegen Marjan zei, voor een jongere ben ik wel echt hoogbejaard hoor, intussen met mijn 29 jaar. Maar goed, ik sta hier. Wat super goed en hartverwarmend dat jullie hier allemaal zijn. Echt applaus voor jezelf gewoon. Super goed. Echt amazing. Dat geeft de burger moed. Als ik denk aan klimaatverandering en hoe we daarmee omgaan, dan moet ik elke keer denken aan een grote Titanic, waar we met de hele wereldbevolking op zitten. En we varen langzaam maar zeker af op die ijsberg. En de meeste van ons zitten gewoon onderin, derde klasse, niemand die ze hoort of ziet. En wij, de rijke mensen van de wereld, wij lullen wel wat over klimaatverandering en we willen er ook wel wat aan doen. Maar we genieten ook nog wel van de luxe. En we weten dat er dagelijks tonnen kool worden in de motors worden gegooid. En er heeft ook nog niet iemand echt tegen de kapitein gezegd van, nu gaan we de andere kant op. En daarvoor zijn we hier vandaag, toch? Andere kant, ja. Gelukkig. Want als wij wel zo doorvaren, dan is tegen 2050 het moment dat we met z'n allen die ijsberg gaan rammen. Want volgens wetenschappers zeggen allemaal, dat is het moment when the shit will hit the fan, zeg maar, klimaattechnisch. In 2015 ga ik bijna met pensioen. En dat wil ik niet doen in een wereld vol overstromingen en grote droogte en schaarste en oorlog en weet ik veel. Dat gaan we niet laten gebeuren. Gelukkig ben ik nog lang niet met pensioen en heel veel van mijn generatiegenoten ook niet. En we proberen alles op alles te zetten om verandering voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld mijn maatjes van de Young Club of Rome. Zijn er een paar hier? Eén, yeah. Nee, er zijn er meer, dat weet ik zeker. Maar die zijn op zoveel manieren bezig met duurzame mobiliteit en duurzaam bouwen en bouwen met de natuur en het beschermen van regenwouden en oceanen. Er gebeurt zo ontzettend veel. Maar die lieve wereldleiders van ons, die blijven nog een beetje achter, helaas. Het lukt elke keer niet om echte stappen te zetten. Terwijl het allemaal niet zo super ingewikkeld is. We moeten gewoon stoppen met investeren in fossiele energie. We moeten heel snel over op alternatieve bronnen. We moeten stoppen met het kappen van bossen. We moeten anders land bouwen. En vooral verder denken dan je eigen politieke termijn lang is. En wij kunnen ze daar allemaal bij helpen, zoals Marjan al zei. We kunnen blijvend onze stem laten horen. En we kunnen zelf het goede voorbeeld geven door echt wezenlijk andere keuzes te maken. Alle hens aan dek. We zitten allemaal in hetzelfde bootje. Heel veel succes allemaal. Dank jullie wel. Dank je wel.